Wanneer ben jij nou geboren? In welk jaar? 97. Wat was je vader dan voor een soort schipper? Een wasservisser. En die man die ging dus voor 14 dagen, 3 weken gingen ze naar de Zuiderzee. En toen kwam die zaterdags met het getij kwamen ze binnen. En dat was dan altijd heel prettig natuurlijk. Maar was je vader de eigenaar van een visserschip? Nee. Wat was hij dan? Knecht bij zo'n baas. En die zonen van die baas, die voeren ook mee op dat schip. Dat was een man of 3, 4 al ook op. Dat was een zeilschip? Ja. Motoren kenden ze niet? Nee, dat is later. Is dat pas gekomen. Er waren ook eigen baasjes. Onder andere mijn grootvader was toen een eigen baasje. Die had een eigen vaartuig en die vader met zijn kinderen, wanneer ze de leeftijd hadden, dat ze mee konden. Want het was al heel gauw, want de weerschool kregen ze niet. Maar die heeft alles verzopen. Maar zijn broer bijvoorbeeld, dat was een welgestelde burger, die had het wel goed beheerd. Je had ook een schip, een eigen schip. Ja, een schip, ja. En een paar zoons die dat verder deden. En die zaten er goed bij. Maar als mijn vader ging varen, dan kreeg hij een man met levensmiddelen mee. En dan bleef hij ongeveer 3 weken weg. Dikkers 3 weken. Als hij naar de Zuiderzee ging. Maar meestal een week, 14 dagen. Dat is 3 weken als ze naar de Zuiderzee moesten mossels vangen. En dan, ja, dat ging dan ook wel dikkers met moeilijkheden gepaard. Ze hadden dikkers een storm. Dat ze ook niks konden doen. Had hij het hele jaar werk? Dat was constant, dat varen. Dat had met tijd niks te maken. Want het was wel eens een beetje slappe tijd. Maar dan gingen ze toch ook op uit, want die mossels die moesten in de Schelde uitgezet worden. Er waren banken en dat was allemaal afgebakend. Ieder had zijn eigen mosselbank. Er is een tijd natuurlijk dat er niet veel mossels gegeten werden, omdat ze dan nog niet volledig gegroeid waren. Die moesten had ook een tijd van. De beste tijd was altijd mei, juni, juli, augustus. Dat waren de mosselen het best. Maar in de winter waren ze heel mager.